Aan het einde gekomen van dit officieel bezoek wil ik meegeven dat we niet alleen een historisch, maar een heel vruchtbare onderhoud hebben gehad tussen Bolivia en Suriname. We hebben natuurlijk wat enkele mondiale vraagstukken besproken. De situatie in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De sangre pronto también nos visite. In Bolivia is er altijd de mogelijkheid voor verdere samenwerking. Mag het zijn op welk ander niveau dan politiek, sociale of economische. Ik breng u in herinnering dat dit waarschijnlijk vierde termijn is van president Morales. Met een man met een ruime ervaring. Hij heeft bijzondere prestaties geleverd met betrekking tot de economische ontwikkeling van zijn land in zijn algemeenheid. En tot de naar grotere hoogte brengen van het Indiaans volk in het bijzonder. Por ello es un gran honor para mí, querido amigo, para condecorarle hoy y en esta ocasión en nombre del gobierno de la República de Surinam y todos el pueblo surinamés en los símbolos distintivos de caballero de la Orden de la Legión de Honor de la Estrella Amarilla. His Excellency Juan Evo Morales Ayma, President of the Plurinational State of Bolivia, you have been awarded to be the bearer of the Grand Ribbon in the Honorary Order of the Yellow Star. Esta primera visita oficial para una reunión bilateral entre... Dit is een historisch moment, want het is het eerste bezoek, officieel bezoek van Bolivia aan de Republiek Suriname. En dit is een moment dat we moeten koesteren. Estamos convencidos de algunos acuerdos que firmamos, por ejemplo, la eliminación... Een van de belangrijke zaken die zij overeengekomen zijn, afschaffing van visas voor mekaars landen. Para firmar los documentos. Estamos convencidos que compartir experiencia. We zijn overeengekomen dat we veel moeten investeren in taken zoals agriculture. Para cooperación conjunta en la parte técnica. Er zijn afspraken gemaakt, overeenstemmingen gemaakt. We hebben gesproken over de belangrijke aspecten zoals water, land en minery. Thank you, excellencies. This is the end of this ceremony and I thank you all for your attendance. Ladies and gentlemen.